Ja, de motor niet. Hij stopt ermee. Rolt hem, rijdt hem nog. Gewoon bollen. Rijdt hem nog? Kan hem nog in neutraal, ja. Hij is in neutraal. Ja. Oh, wacht even. Gewoon rechter. Stap even af, hè. Dat is gemakkelijk. Ik heb hem mee, zeg. Ja. Nog een stuk? Ja. Schotsen? Ja. Ja. Nee, ik heb het eruit. Ja. Komt er maar op zitten. Voor hem inhouden. Zet u er maar op, zo. Hoor je me nou één voet op de grond houden, hè? Voor in de bocht. Goed. Oké.
Twee. Waar sta je? Naast die meneer. Naast ingang daar? Bij hem voor, ja. Oké, goed. Ik zal direct zelf landen voor jullie. Ja, lekker. Van Linde. Hahaha. Wat was er? Goed, dankjewel. Oh, ik zie een pas, je zit een buur. En wat was er? Kapot? Ik kreeg geen power meer, toen sloeg hij af. Ja. Toen wilde ik opnieuw starten. Nu een tijdje, maar toen was er weer geen power, dus ik kon uit. Wel benieuwd, voldoende benzine? Voldoende benzine, ja. Zeker? Je bent de eerste niet, hè? Die, Ja, dat zou zo kunnen, ja. Maar hij, ja. Ik hoop dat het dat is. Nou, hij zit wel in. Ik heb wel getankt. Ja, hij zit in, hoor. Voor mij tussen 2 en 3 getankt. Ja. Dank, ja, 5 liter moet lukken. En straks deed hij het gewoon goed. Huh? En straks heeft het gewoon goed gedaan. Ja? Ja. Opeens was het geval, maar toen... ik kan een beetje stoppen voordat ik hem echt helemaal gevoeld heb. Even checken, hè? Ja, even die kant op rijden en dan rijden we maar op. Genoeg benzine zit erin. Wacht even, ik ga je start. Dan eens naar de olie kijken, hoe die riekt. Of dat er iets gebeurd is met blok of zo. Dat kan je zien. De mechaniker is dat gelukkig. Het werkt toch niet echt dat die kapot gedraaid is. Hè. Benzine was voldoende volgens mij. Ik kan wel wat olie bijvullen als nodig is. Nee, ik denk dat het wel goed is. Hier is je olie. Filter. Ah, wel, dat ging niet meer. Versnellingsbak of zo? Schakelde je niet meer? Net schakel ik niet, maar hij reageerde overeind op het begin dat ik start. Goed, en toen gaf hij heel veel... Nee man, er is geen olie meer op dat ding. Nee? Nee. Pak het eens af.
Maar zet hem eens recht, we gaan hem op zijn pad ook zetten, dat hij recht staat. Want natuurlijk, die olie staat zo uit. Dus... Dus even wachten tot ze wat gezakt is. Dat is toch bij, ik had niks pijl. Normaal als hij schuifstel zou ik toch wel iets al moeten hebben. Ik heb ook olie bij, dus ik moet het wel. Hij is half, maar hij is onder de vloer komen om al die olie met zakken. Hè. Dus, en geen power. Hij gaf hier een melding. Alleen het geen lampje van deze. Motormanagement of... Ja, maar er zit natuurlijk een andere ECU in. Ja, dus dan komt die ons vast, dus niet je aan permanente staat. Alleen die, voor de rest is het normaal. Dat is raar. Wacht, ik kan terug dat pinnetje erop strijken. Startring ook... Stroef of... Stroef, ja, bijna niet. Goed, hè? Startmotor? Nee, dat kan ook niet. Ja, ja. Ik kan zo wel even starten. Ik ga even dat pinnetje er nog doorsteken. Het ging juist zo goed. Lekker vrij. Draai je veel toeren? Ik kom eigenlijk niet eens 16 af en toe op rechtstuk af en toe, maar niet veel meer. 16? Dat is nog hoog. 16. Ja, nee, ik ja, ben dan niet gewoon daarna. Ja, maar een anders, hè. Het is een viercilinder. Hij kan 17 af. Hij zit nog niet in het rood, dan is het. Is het tenminste in zijn eerste gewoon? Zal ik hem starten? Nee, gewoon niet in zijn eerste. Ik weet niet of dat hem is, want soms pakt hij niet. Ik zal even kijken of hij even neutraal staat. Nog een neutraal. En dit pakt hij ook heel moeilijk. Oh, dat is 2, 1. Eén pakt hij moeilijker. Compleet los vast. Los maar. Probeer eens het nooit neutraal. Probeer eens te starten. Wij zien hoe dat die compressie heeft, maar die zit zo vast. Hij gaat de benzine meten, dus hij heeft een lambda-sender. Ja. He? Er zit eentje vooraan, er zit eentje achteraan. En hij gaat kijken wat uit de uitlaat komt en hij gaat kijken wat er van achter komt. En hij doet de meting op beide. En hij ziet op de achterste, het klopt niet, er is iets mis. Hij gaat dat proberen bij te sturen op zijn ECU. Hij kan dat niet bijsturen, want hij heeft een andere ECU. En hij zegt noodloop. Dat is uw probleem. Als ik nou naar een tuner ga en die laat me afstellen, zou dat helpen? Of? Is dat een... welk zit eronder? Een power commander of zo? Of, een rapid bike. Die moeten dat wel kunnen, ja. En dan helemaal wat weer gewoon normaal loopt. Ja. Ik denk dat het dat is, hè, maar dat is een veel voorkomend probleem. Hè. Ja, gelukkig is het dat en niet dat er ergens binnen iets kapot is gegaan. Ja, normaal zijn die oersterk hoor, die blokken. Ja. Dat krijg je niet snel... Het is volgens mij ook een standaard blok, denk ik. Dat werd gezegd in ieder geval. Dus ik even een klein stukje deze kant in de weer rijden. Kijk, ja, probeer eens. Hè. Maar ik denk wel dat het dat geweest is. Hè. Maar dan vind ik het wel raar dat hij niet wil starten. Dat hij moeilijk deed. Ja. Ik had koppeling in. Ja? En op een gegeven moment gaf ik gas bij het toestarten. Ja? En toen liep hij stationair op zijn 4000. Dus toen wilde ik wegrijden. Ja, dat ging dus niet. En toen ging hij weer met zijn kracht... Zit daar tractiecontrole op en zo? Nee, hè? Dat heeft hij allemaal niet. Hè? Ik heb het ook niet. Ik denk het niet. ABS? Ik denk het niet.
Nee, heeft geen ABS. Graag. Staat de diender met gaan of kan iemand die ergens een stukje slapen uitlezen of zo? Dat is niet echt zo lekker, dat is lekker uit klein. Maar ik denk niet dat er veel aan dat is. Ik denk niet dat je zo. Kan die nog te vol zitten? Koolvloeistof? Is goed hè? Ja, is het goed hè? Goed. Alleen begrijp ik niet wat die hier zit te doen. Maar ja, oké, die wordt pas daar op zijn hoogste punt gewoon gezet. Ja. Ik denk dat hij normaal op het frame zit, maar nu zit hij dus daar niet. Ja, En luchttoevoer. Omdat hier heb je een opening. Ja. Als ik dat nou netjes met plappen of zo nu flow maak, zou dat misschien iets kunnen helpen? Nee, dat helpt niks. Nee? Ja. Hier heb je ook iets met tape gedaan. Nee, dat helpt niks. Twee modus op. Voor mij is één is race, twee is rain of zo. Ah ja, ja. Ik ben gelukkig niet onderuit gegaan. Ja, dat kan vies doen. Hè. Dat kan even, Het was op, net naar de chicane, toen rechts. Ik zag dat er iemand stond, maar ik had niet gezien dat ja, het was. Ik stond eerst op net de chicane uit, toen rechts, toen deed hij niet. Toen ging ik al rechts rijden, toen hier ging links voorbij. Ja? Toen startte hij weer, toen dacht ik een klein stukje rijden. Toen ook niet, toen was ik kras gereden. En dat schijnt ook een bepaalde punt zijn. Ja. Probeer is er aan hier. Ik denk wel dat het in orde is. Sta ik erbij? Ik heb net uitgevoerd. Ik ga een stukje die kan vrij zijn. Ja, je hebt daar nog parking zo misschien. Ja. Dan staan we daar geen voor. Ja, ik zal echt ver doorgaan. Thank you.
einde. Ik kom die chicane uit. En wat is gewonnen dit? Ik kreeg power. Toen bleek het uitgevallen was. Laatst volgens mij. En ik had hem zo rechts gaan rijden heel langzaam. Start, deed hij niet. Nou, opeens ging hij starten, heel moeilijk. Maar toen had ik al vast bijgegeven. Ik had deze 4000 toeren stationair te raden. Toen had ik weer weg gaan rijden. Toen haperde hij ook een beetje, dus ik heb hem gewoon eigenlijk uitgezet. Naar de kant gegaan. Maar die man naast me heeft ook al gekeken. Die zegt, nou, olie niks verbrand, olie is goed, benzine zit erin. Ik weet het ook niet. Nou ja, starten. En hij doet het weer. Hij zegt, misschien is het iets met ECU.